Het Nationaal Vervoerbedrijf, de NVB, is nog steeds in actie. OBS-voorzitter Antonius Pocky kondigt aan dat hij in overleg zal gaan met de overheid om te achterhalen waarom er geen betalingen plaatsvinden aan deze bushouders. Deze stilstand in de dienstverlening door de overheidsbussen is het directe gevolg van het uitblijven van betalingen aan de OBS. Volgens de voorzitter is er nog geen storting gedaan voor de houders van staatsbussen en blijven de leden in het duister tasten over de reden. Het gebrek aan financiële middelen voor brandstof is bovendien ook een bijkomend obstakel. Vanuit het bestuur wordt gekeken naar de volgende stap om de situatie te helpen verbeteren.